Goedenavond, hartelijk welkom. Welkom hier ook allemaal aan tafel. We gaan meteen naar het nieuws van vandaag. Zo'n 15.000 scholieren uit het hele land kwamen bijeen op het Malieveld in Den Haag om te demonstreren tegen de klimaatpolitiek. De opkomst was veel groter dan verwacht. Deze zogeheten klimaatspijbelaars willen dat politici zich veel meer inzetten voor het klimaat en met ambitieuzere beleid komen. Ze zijn bang voor de gevolgen als er nu niet wordt ingegrepen. Roep Jette, we hebben jou ook gesignaleerd bij de Klimaatmars. Hoe was het daar vandaag? Ja, ik was echt onwijs onder de indruk dat er zoveel scholieren naar Den Haag waren gekomen. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Heel veel creativiteit en alle spandoeken en borden die voorbij kwamen. En ik heb net als een paar andere Kamerleden daar vooral als supporter langs de weg gestaan. En supporten betekent af en toe een beetje erbij staan en niet helemaal meelopen met de hele mars? Nou ja, de jongeren die het organiseerden hadden aangegeven willen niet dat de politiek deze hele mars overneemt. Dus ik heb langs de kant staan klappen en juichen en ik heb een klein stukje meegelopen. Ja. En Thierry, heb jij meegelopen? Zeker niet. Je was het ook niet, je had ook geen zin om dat te doen? Nee, ja, ik ben het inhoudelijk niet. Ik gun iedereen zijn eigen opvatting en ik gun deze jonge mensen hun visie op de wereld. Maar ik vind het gewoon principieel fout dat scholen leerlingen vrijgeven. Ik vind het fout dat scholen een positie innemen in een publiek debat. Ik vind dat dat niet de taak is van scholen. En ik vind dat scholieren gewoon naar school moeten gaan. Sommige scholen hebben gezegd, je mag niet gaan. En sommige scholen hebben hun studenten of scholieren eigenlijk gestimuleerd om deel te nemen aan de protesten. Ja, en dat vind ik een heel verkeerd signaal. Dat is niet de taak van de school. Het is niet de taak van de leraren om dat te doen. We hebben ons ook vaker ook al uitgesproken tegen de linkse teneur in het onderwijs, in de geschiedenisboeken, in de aardrijkskundeboeken, in de economieboeken. Ik ben daar een keer over in debat gegaan met Paul Rozemuller, de voorzitter, nota bene. Paul Rozemuller, kijk hoe raar dat eigenlijk is in Nederland, maar hij is dus de voorzitter van de raad die toezicht houdt op de middelbare scholen. En dat was ook al een heel moeilijk gesprek. Die schoolleidingen gingen met hakken in het zand. Dat is echt een probleem. Je ziet het gewoon weer nu. Dit is toch niet. Dan gaan we straks gaan allemaal scholieren vrijkrijgen omdat ze gaan demonstreren voor minder immigratie. En dan krijgen we weer allemaal scholieren die willen de euro. Maar voor jou doet het er niet toe wat het onderwerp is of niet. Je vindt gewoon dat ze niet. Dat is gewoon niet de taak van de school. De school hoort. Zeg jij ook van het had beter gekund op een dag dat er geen school was? Beter niet spijbelen? Nou ja, ik vond vandaag eigenlijk een mooie praktijkles maatschappijleer. Je kunt op school in de klas praten over vrijheid van mening. Het recht om te mogen demonstreren. En deze kinderen die hebben het helemaal zelf georganiseerd. Zijn met z'n allen vanochtend in de trein en in bussen gestapt om naar Den Haag te gaan om hun stem te laten horen. Ik vind dat echt geweldig eigenlijk dat de jongeren dat doen. En overigens, een van de organisatoren die heeft ook te kennen gegeven, ik ben juist een rechtse jongere. En ook een rechtse jongere vindt dat de politiek meer aan klimaatverandering zou moeten doen. Dus dit was geen linkse demonstratie. Dit waren gewoon 15.000 scholieren die u en mij in Den Haag wakker willen schudden, omdat we te weinig doen om klimaatverandering tegen te gaan. Je zei het net al dat er ook wat creatieve spandoeken waren. Ik heb ze ook inderdaad gezien. Ik val op mannen met een kleine ecologische voetafdruk. Was leuk. Nog meer hebben we er, geloof ik. Stop de opwarming met je zin is heet genoeg. Het is satire. En tot slot, stop met masturberen had er denk ik moeten staan. En red de ijsberen. Zie toch iets beter opletten in de les. Nou, onze Jair Verwerda was er ook bij om een kijkje te nemen. Aan en lekker demonstreren voor het klimaat. Je komt uit? Den Bosch. Den Bosch, de gekste? Ja, carnaval! En waarom zijn jullie hier precies? Omdat het klimaat echt compleet naar de klote is. We kunnen maar één aarde. Er kan niks nieuws komen. Ja, daarvoor sta ik op. En hier staat not rechargeable. Nu ik hier zo sta, ik vind het gewoon zo vet dat iedereen zich zo inzet. Voor zoiets belangrijks. Het is ook gewoon zo belangrijk. Maar eigenlijk spijbelen jullie dan toch, of niet? Of hoe moet ik het zeggen? Ja, maar we doen het voor het klimaat. Ja, en we vinden het klimaat belangrijker dan één dagje school missen. Het is echt ontzettend druk. Toen ik hier aan kwam lopen, die stroom vanaf het station die blijft maar gaan. Ik vind het echt ongelooflijk. Ja. Wat zegt dit? Nou ja, dat er volgens mij heel veel jongeren met klimaat bezig zijn. De politiek, want die gaan erover. Hoe vinden jullie dat ze dat doen? Ja, persoonlijk zijn moeten ze wel meer hun best doen, vind ik. We zagen u niet vandaag bij de mars. Dat was een jongerenmars. Ja, dat is waar. Ja. Maar ja, ik zag toch heel veel politici die dachten even gloreren en meedoen. Nou, is toch mooi? Waarom deze tekst?
Nou ja, hij kan wel wat meer zijn best gaan doen voor het klimaat, vind ik zelf. En ik denk dat heel veel mensen dat met me eens zijn eigenlijk. Ja. Maar het is toch een beetje, ja, dat je denkt, het is niet echt subtiel. Ja, we moeten een beetje hard zijn, hè? Anders gaat er nooit iets veranderen. Ja. Ik moet zeggen, ik zag ook wel wat spandoeken tegen u. Ja, dat is natuurlijk minder. Ja, ja. Dat kunnen we natuurlijk niet hebben. En zo onterecht. Ja. Beetje lullig voor deze man, want die staat al een half uur. Ja, het is lullig voor hem, maar maat. Daar ga je niet alleen in de auto zitten. Ik vind het wel irritant, want ik sta hier nu al 20 minuten. Ja, ja. En ik dacht dat dat beschaafde mensen waren, maar ik weet het allemaal niet hoor. Ik bedoel, dan moet je toch een beetje bij oversteek plaatsen. Nou, maar ja, goed eer dat ik weg ben. Ik heb vis bij me, dus ik kan niet omkijken van de horen. Dat is wel een klein probleem, of niet? Nou, voor mij niet. Nee? Oh, ja. Ja, maar ja, hoe gaat u ze nu weer afkrijgen? Ik? Ja? Als slijm bedankt. Als slijm bedankt. Ik zou nou echt niet weten. Wat is er aan de hand? Wat gebeurde er? Nee, kijk, dat ze dat doen, maar ze moeten wel van mijn auto afblijven. Ja. Ik zit er ook niet aan hun kop. Nee, oké. Okay. Ik dacht dat het allemaal net opgevoede kinderen waren, maar het zijn allemaal raddraaien. Eigenlijk is dit het probleem in één. De autorijder tegenover mensen die met het openbaar vervoer komen. Kijk, dat blerren, dat is al simplistisch. Ik vind het jammer een beetje. Ik dacht dat hoogopgeleide mensen waren, maar... Wat doe jij voor een goed klimaat? Sowieso minder vlees eten, ja? Minder lang douchen. Meer met het openbaar vervoer in plaats van in je eentje in de auto zitten. Ja. In plaats van verwarming nog een paar graden omhoog, toch gewoon een extra trui aantrekken. Wij staken voor het klimaat! Wij staken voor het klimaat! Dus omlaag die thermostaat! Dus omlaag die thermostaat! Eyo CO2! Eyo CO2! Misschien nog een boodschap, want hij zit daar voor meneer Rutte. Ja, het klimaat, ja, moet veranderen. Klimaat moet gewoon veranderen. Ja, ja. Het klimaat moet veranderen. Ja, want het gaat om de toekomst. Het gaat om de toekomst. Ja. Succes. Dank je. Dank je wel. Verandert het iets aan jouw beeld als je deze reportage van Jair ziet? Nou ja, het gaat om 1000 miljard. En ik denk dat je daar het onderwijs een heel stuk mee kunt verbeteren in ons land. En dat is ook nodig als ik dit zo zie. 1000 miljard euro bedoel je? Nou ja, natuurlijk. Dat is wat men nu wil gaan uitgeven de komende 35 jaar aan deze waanzin. En als je dit zo ziet, dan denk ik, die kunnen wel wat bijles gebruiken. Geschiedenis, kwam niet intelligent bij jou over? Nou nee, alleen al zo'n slogan CO2 weg ermee, dan weet je dus helemaal niets van het functioneren van fotosynthese. Wat alle planten en alle bloemen op aarde ademen CO2 in. Dus het hele idee dat je de planeet moet redden van CO2, dat is gewoon absurd. Dus ik zou zeggen, ook een lesje biologie kan geen kwaad. Hans Nijenhuis, dit was jouw krant vanochtend. Ja. Voorpagina. Vol over de voorpagina. De jeugd heeft wil de toekomst. Een activistische voorpagina, ja, kan ik heeft zeggen. Heeft dus doorgestreept. Hè? We zeiden altijd, de jeugd heeft de toekomst. En als je dus op school zat, dan was het, jouw tijd komt nog wel. Maar langzamerhand is de vraag, komt die eigenlijk nog wel? Want het is natuurlijk hartstikke leuk, de demonstratie, als je die beelden zo ziet, maar er is wel iets aan de hand. Het wordt steeds duidelijker dat onze generatie en de generaties voor ons, de generatie die na ons komt en de generatie die daarna komt, opzadelen met een probleem dat zij misschien dan niet meer kunnen oplossen. En als ze daar dan een keer de straat op voor willen gaan, willen staken, zoals dat in Nederland gewoon is, dan zeggen wij, ja, nee, blijf gewoon terug naar school en doe maar braaf. Dat had je misschien 50 jaar geleden nog kunnen zeggen, jouw tijd komt nog wel, maar nu moeten zij ervoor knokken dat hun tijd nog wel komt. En daar staan wij dus volledig achter. Dus jullie bedachten, de meest effectieve manier om ze te helpen is eigenlijk onze voorpagina daarvoor in te ruimen. Het hoofdredactioneel commentaar van jou. Dat is een uitzondering als je kijkt naar hoe de krant doorgaans eruit ziet. Absoluut. Wat voor reacties krijg je erop op het moment dat je je zo expliciet uitspreekt? Eerst krijg je een discussie op de redactie zelf. Hè, van moet je dit wel doen? Want dit beslissen we niet als een soort dictator. En het gevoel, kijk, een krant moet natuurlijk allereerst gewoon het nieuws brengen en duiding. En we brengen nu al 3 dagen achter elkaar. We hebben een portret gebracht van het meisje in Zweden met wie het allemaal is begonnen. Inclusief de rol van haar vader daarbij, hè, waar je vraagtekens kan zetten. We hebben gisteren een stuk gehad met, laten we zeggen, klimaatsceptici, waar ook iemand van de partij van Thierry Baudet
in voorkwam. En vandaag hadden we een portret en een interview met die jongen die deze boel heeft georganiseerd, waarin weer duidelijk werd dat de milieubeweging hem ook wel een handje helpt. Dus we doen de gewone berichtgeving. Maar daarnaast, denken wij dat het op sommige momenten zo is dat je even moet zeggen, jongens, er is er iets groots aan de hand. Het is ook denk ik niet een politiek statement. Ik zou eigenlijk willen zeggen tegen de heren, dat het eigenlijk geen politiek debat zou moeten zijn. Er ligt een vraag voor. Er is een heel groot issue. Want als je het nu niet oplost, je straks niet meer kan oplossen. Ook een kabinet Baudet straks, over laten we zeggen 10 jaar... Ja, maar kan, als de zeespiegel een meter is gestegen, die niet meer naar beneden krijgen. Ja, maar niemand heeft het over zeespiegels die meters gaan stijgen. Dat is helemaal het onderwerp niet. En deze hele presentatie van de situatie alsof de wereld vergaat, dat is gewoon totaal niet aan de orde. We hebben te maken al duizenden jaren met een zich ontwikkelend klimaat. Dat is nooit stabiel, is nooit helemaal hetzelfde. We hebben een kleine ijstijd gehad, die is rond 1850 geëindigd. Daarna, dus dat is 150 jaar geleden ongeveer, daarna is het een beetje warmer geworden. In de middeleeuwen was het hier ook warmer op aarde dan nu. Het gaat op en neer, het fluctueert. De rol van wolken, we weten heel veel niet. De rol van mensen, dat is de vraag natuurlijk. Welke rol spelen mensen? Waarschijnlijk hebben we wel enige invloed, maar hoeveel precies, we weten het niet. Hoeveel het klimaat precies verandert, het valt allemaal heel erg mee. En wij zijn nu van plan, dat is die klimaatwet, om 1000 miljard uit te gaan geven aan het compleet ruïneren van de Nederlandse economie. Okay. Terwijl de rest van de wereld niet meedoet. En onze impact zal dus maximaal 0,00007 graden zijn over een eeuw. Terwijl China doorgaat, Rusland doorgaat. Het is absurd. Ja, absurd. Ik zou u zo graag geloven. Alleen waarom is het dan dat 99% van de wetenschappers er iets van weten, die hier iets van weten, waarschuwen voordat dit eraan komt? Dat is dus ook niet waar. Kijk, ik weet er vast niet zoveel van als wat u in uw rapporten staat, maar ik weet dat dus serieuze wetenschappers dit voorspellen. Ik weet overigens dat de winters, neem deze, alweer een stuk zachter zijn dan dat ze vroeger waren. Ik weet dat er deze zomer iets was, zo warm, zo droog, dat boeren en oude mensen daarmee door in problemen kwamen. Ik weet dat in Kenia, waar ze vroeger de waterput in het dorp hadden, ze tegenwoordig 5 kilometer moeten lopen, omdat het allemaal uitgedroogd is. Als het nog droger wordt, komen ze hier naartoe. Veel succes. Nee, het wordt gewoon tijd. Dit is gewoon echt Thierry punt. Echt kolder. Nou, kijk, je kunt ontkennen dat bijna alle wetenschappers in de wereld zeggen dat de aarde harder opwarmt door de mensheid. Dat kun je ontkennen. Je kunt tegen een aantal van die maatregelen zijn die in zo'n klimaatakkoord staan. Maar we moeten wel bij de feiten blijven. De heer Baudet zegt vaker, het gaat 1000 miljard euro kosten. Nou, ik ben heel blij dat we dinsdag in het Kamerdebat de toezegging hebben gekregen dat we die 1000 miljard ook eens een keer gaan doorrekenen. Yes. Omdat ook eens de staat op onze website. Maar fvd.nl, we hebben de hele doorrekening gepubliceerd. Stel, je gelooft echt niet in klimaatverandering en je gelooft ook niet in die maatregelen die erin zitten. Als we doorgaan op de huidige weg en we blijven olie, gas, kolen inkopen uit foute landen zoals Saoedi-Arabië, dan zijn we de komende 30 jaar ook 1000 miljard kwijt aan die fossiele energie. En wat we nu kunnen doen met het klimaatakkoord is eenmalig investeren. Dat is even een flinke investering die we moeten doen, dat ontken ik ook niet. Mm-hmm. Want dan hebben we straks windmolens op zee, hebben we zonnepanelen op onze daken, hebben we misschien aardwarmte waarmee we onze huizen kunnen verwarmen. En dan hebben we eigenlijk gratis schone energie, zijn we niet meer afhankelijk van allerlei foute regimes waar ook de heer Baudet niks mee te maken wil hebben. Het is op elk gebied feitelijk onjuist. Ten eerste is het absoluut niet zo dat we eenmalig 1000 miljard gaan investeren en dan voor altijd gratis zon- en windenergie hebben. Goedkoper zelfs. Nee, helemaal niet, want die windmolens die moet je op een gegeven moment weer vervangen. Die zonnepanelen moet je op een gegeven moment weer vervangen. Als we even een stapje teruggaan naar de vraagstuk en of de temperatuur stijgt en door wiens toedoen dat is veroorzaakt. Want Hans refereerde aan hoeveel wetenschappers dat zeggen en Rob ook. Als bijvoorbeeld een organisatie als de NASA of KNMI, waar we veel wetenschappers werken, gerenommeerde wetenschappers, dat soort informatie naar buiten brengen, daarvan zeg jij dat is feitelijk onjuist wat zij zeggen. Nou nee, het is speculatief. Het is gewoon. Zij onderbouwen dat met feiten. Zij schrijven rapporten op basis van hun wetenschappelijk onderzoek, waarin ze dus zeg maar die stellingen kunnen bestendigen met feiten. Nou, heel veel dingen niet. Bijvoorbeeld het IPCC, wat toch een alarmistische club is, zou je kunnen zeggen, heeft in het meest recente gepubliceerde rapport, waar we het vanochtend in de Tweede Kamer nog over hebben gehad, gewoon gezegd, er is geen trend in de toename van droogte. Er is geen mondiale trend in overstromingen. Er is geen toename van orkanen. Dus heel veel dingen worden enorm zwaar aangezet, maar zijn veel minder
bewezen. En daar is nog een tweede punt. En dat is veel. Californië bijvoorbeeld. Nee, natuurlijk. Regionaal zijn er allerlei verschillen aan de gang, natuurlijk. Maar dat is altijd zo geweest. Je hebt ook wel eens een wat warmere zomer, dan weer een wat koudere zomer. Maar we hebben het hier over het klimaat. Dat is een heel complex mondiaal fenomeen. En daar is heel veel niet over bekend. En we weten één ding wel zeker. De afgelopen duizenden jaren heeft het altijd gefluctueerd. En de mens heeft pas sinds heel korte tijd dat wij wat CO2 toevoegen aan de atmosfeer. Maar mijn belangrijkste punt is niet dat. Hè? Mijn belangrijkste punt is niet dat er heel veel onzekerheid is. Mijn belangrijkste punt is dat de rest van de wereld überhaupt niet meedoet met deze transitie. En dat wij nu 1000 miljard gaan uitgeven en de doorrekening staat op onze website. Dat is natuurlijk ook niet waar. Dus kijk, kunnen het allemaal teruglezen. 195 landen op de wereld hebben het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Ja, Nederland is nu een van de eerste landen inderdaad die dat echt in 600 maatregelen en oplossingen heeft doorvertaald. Maar ook een land als Amerika, waar Trump zich uit het Parijsakkoord heeft teruggetrokken. Daar zijn gouverneurs van staten, burgemeesters van steden, die zijn wel allemaal bezig met goed milieubeleid. En dat gaat niet alleen maar over het terugdringen van CO2-uitstoot. Het gaat ook over andere zaken die te maken hebben met natuur. Ik heb heel veel posters vandaag gezien en borden van jongeren die zeggen, pak eens een keer die plastic soep aan, bijvoorbeeld. Jongeren die zien beelden, totaal, die beelden zien van schildpadden met plastic rietjes door de neus. Het heeft er alles mee te maken. Die 15.000 scholieren die vandaag in Den Haag stonden, die vragen aan ons om de wereld een beetje beter te maken. Ja, maar je kunt niet alles op één grote hoop gooien. Kijk, dat er in een aantal rivieren in de wereld, met name China, India, nog een paar plekken, veel plastic gedumpt wordt, dat is waar. En dat je daar iets aan moet doen, ben ik het ook mee eens. Dat heeft helemaal niets te maken met het mondiale klimaat. Goed milieu, goed schoon drinkwater, vogeltjes in de bomen en zo, ben ik ook heel erg voor, is heel belangrijk. Maar milieu heeft niets te maken met klimaat. Fijnstof, zwaveldioxide, dat soort dingen, luchtvervuiling, smog is een reëel probleem, wil ik ook aanpakken. Ja. Heeft ook niets te maken met klimaat. Klimaat is een heel specifiek thema. Wat ben je wel thema bereid te doen op het gebied? Wat vind jij wel, zeg maar, nuttig op het gebied van klimaatbeleid? Wat zou jij nuttige beleid vinden op dat gebied? Nou, ik denk niet zo heel veel, want het is volstrekt speculatief of wij als mensen daar überhaupt invloed op hebben. En ten tweede, de rest van de wereld, nogmaals, ik kan dat punt niet genoeg benadrukken, doet niet mee. Ze tekenen dat Parijsakkoord misschien wel, misschien niet, maar Saudi-Arabië tekent ook allerlei mensenrechtenverdragen. Die landen doen niet mee. Nee, maar het voorbeeld van fijnstof, ik ben heel blij dat de heer Baudet dat aanhaalt, want we rijden nu nog allemaal in een fossiele auto. We willen graag dat we massaal aan de elektrische auto gaan. Het is nu nog duur, gaan we aan werken dat er meer elektrische modellen komen, dat die prijs omlaag gaat, en dat mensen die het niet kunnen betalen daar een subsidie voor krijgen. Dat is goed voor het klimaat, want veel minder CO2-uitstoot. Maar de fijnstof en alle andere vieze deeltjes die auto's uitstoten, die zorgt er in onze eigen binnensteden voor dat de lucht vervuilt. Dus hier in Amsterdam leven mensen gewoon korter dan bij mij in het dorp in Oost-Nederland, omdat de lucht hier vervuild is door een kolencentrale, door auto's die hier door die stad rijden. Dus als u dan niet gelooft in klimaatverandering, laten we dan alsjeblieft samenwerken om in ieder geval wel die andere milieuproblemen aan te pakken. Want dat is wat de jongeren vandaag aan ons hebben gevraagd. Ja, nee, maar dit is gewoon, dit is een totaal ander onderwerp erbij slepen om iets heel. We hebben het hier over de klimaatwet. Die zegt dat wij in het jaar 2050 een volstrekt koolstofvrije economie moeten hebben. Dat wil dus zeggen dat de agrarische sector, de industrie, maar ook alle woonhuizen, alle fabrieksgebouwen, alles moet totaal veranderen. Omdat overal wordt ofwel gas verstookt, ofwel wordt op kool gemaakt van kolen. En daarvan zeg alles jij moet dat stoppen. Moeten we niks, dus daar moeten we geen maatregelen voor nemen. Het is een volstrekt maoïstisch totalitair project dat nu gesteund wordt door partijen van VVD tot D66, tot GroenLinks. En dan kun je er wel één of twee dingen uithalen waar we misschien wel of niet iets specifieks aan kunnen doen. Luchtvervuiling, ergens plastic overlast, prima. Maar dat is totaal niet wat nu ter discussie staat. Wat denk je, Hans, dat de lezers van het AD denken? Nou, je kunt in ieder geval niet zeggen dat we de heer Baudet niet aan het woord hebben gelaten vanavond. De lezers van het AD hebben voor een deel, ik heb opmerkelijk weinig boze mails gekregen, ongeveer 5 maart. Terwijl bij een column of zo zijn het er soms rustig 50. En ik denk dat dat komt doordat deze week er bij de mensen thuis heel veel over het klimaat is gesproken. En dat mensen zich daar dus van bewust worden. En het is, als je dan naar bijvoorbeeld het Kamerdebat kijkt, dan raak je toch een beetje teleurgesteld, want dan gaat het over
De ene is een klimaatdramma, maar het moet allemaal wel betaalbaar zijn. Er moet draagvlak zijn, rustig aan. En het zijn eigenlijk twee dingen. Het ene is dat je beseft dat er een groot probleem is. Tot mijn verrassing zijn er dus ook mensen die dat nog niet beseffen. En het tweede is dat je dan vervolgens gaat zeggen, hoe ga je het oplossen? Die politici kunnen met elkaar van mening verschillen over hoe je dingen oplost. Maar het begint met het besef, er komt iets heel groots op ons af. En je hebt het gevoel dat er iets, zeg maar, vanuit een soort buitenlandse macht komt er, staat er aan de, bij wijze van spreken, aan de grens met Duitsland naar ons toe te komen. En wij gaan dan kibbelen over hoe we de lasten precies verdelen en hoe snel het precies moet gaan. En dat is gewoon best wel raar. En het punt is dat op het moment dat we zover zijn dat Thierry Baudet kan zeggen, ja, ik had toch ongelijk, is het wel te laat. Uit onderzoek van het 1 Vandaag opiniepanel blijkt dat 59% van de Nederlanders zich inderdaad zorgen maken om het klimaat. En zij willen ook, 59% wil, dat de uitstoot in 2030 met de helft is verminderd. Dat is dan toch een aanzienlijk deel ook misschien van jouw mogelijke achterban, zou je kunnen zeggen. Ja, ik heb nog veel missiewerk te verrichten. Maar hebben ze allemaal ongelijk, die 60% van de Nederlanders? Ja, ik denk dat die mensen ongelijk hebben om allerlei redenen. Maar er is ook nog een tweede punt. En dat is dat de klimaatwet nadrukkelijk niet gaat om de doelen van 2030 en het halveren. Het gaat om het totaal stoppen met elk gebruik van koolstof, elke emissie. Dat betekent dat we geen landbouw meer kunnen hebben, geen industrie. Dat echt de hele samenleving moet transformeren. Dat is absurd. Ik heb een vraag. Dus het varieert hoe mensen hier naar kijken. 60% maakt zich zorgen, wil minder uitstoot. Dan heb je ook mensen zoals Thierry die er zo in staan. Er zijn ook mensen die zeggen, ik maak me wel degelijk zorgen over klimaat en milieu en ik wil best ook bijdragen. Maar ik vind dat het oneerlijk verdeeld is tussen industrie en burger bijvoorbeeld. Als de industrie veel meer uitstoot en ik aanmerkelijk minder als één persoon, waarom moet ik dan onevenredig belast worden? Als je die mensen niet meekrijgt, dan gebeurt het natuurlijk ook niet. Wat zeg je daarover? Nou, dat vond ik eigenlijk wel het belangrijkste winstpunt van het Kamerdebat van afgelopen dinsdag. Dat je zag dat eigenlijk van links tot rechts, van de SP tot ook de VVD, iedereen zei, we hebben nu een concept klimaatakkoord. Dat wordt nu doorgerekend. In maart krijgen we daar het eindoordeel van. Maar als daaruit blijkt dat bedrijven te weinig bijbetalen, dan is ook een CO2-heffing voor al die partijen bespreekbaar. Dus dat is dichterbij gekomen? Dat is dichterbij gekomen. Tegelijkertijd kijken we naar de peilingen voor jouw partij. En dan zien we dat jullie met 9 zetels zijn gezakt de laatste tijd. Waar komt dat dan door? Nou, je ziet dat eigenlijk alle vier de coalitiepartijen, of drie van de vier coalitiepartijen, in de peilingen gewoon slecht ervoor staan. Ik ben nu 4 maanden fractievoorzitter. En we hebben inderdaad in dat eerste jaar een daling gemaakt. Maar we zijn ook nu weer stabieler. Een aantal peilingen klimmen we ook weer. En de komende tijd is een belangrijke periode. Statenverkiezingen zitten daar aan te komen. Mm-hmm. Ik ga zelf de komende weken echt het hele land door om zoveel mogelijk. Dan zou ik me wel zorgen maken met verkiezingen in aankomst als ik 9 zetels achteruit was gegaan. Nou ja, dat zijn de peilingen. Op 20 maart mag iedereen weer bepalen waar we naartoe willen met onze provincies en de Eerste Kamer. Onze campagne die gaat over de toekomst, gaat over een schoon klimaat, gaat over kansengelijkheid. En ik hoop dat mensen daar dan massaal voor kiezen. Thierry's partij staat virtueel op 17 zetels, dus dat is ontzettend veel gegroeid. Zou het kunnen zijn dat mensen die zich afkeren van de klimaatplannen denken, daar moeten we zijn? Nou, dat weet ik niet. Het is wel zo overigens. Ik denk dat je ziet een beweging naar de flanken in Nederland. Zowel links als rechts. En dat zijn mensen die zich over allerlei zaken zorgen maken. Over de toekomst van hun pensioen. Of kunnen hun kinderen ook nog een koophuis kopen straks. En daar moeten wij als politiek, ook het politieke midden, een beter antwoord op formuleren. Is het zo na de verkiezing dat je hoe dan ook niet met Forum voor Democratie gaat samenwerken als D66? Nou, de vraag is natuurlijk, hebben we straks in de Eerste Kamer als coalitie nog een meerderheid? Of moeten we er zijn weinig mensen die denken dat het nog een meerderheid blijft. Nee, die kans is aanwezig dat we inderdaad met meer partijen moeten samenwerken. Ik heb wel ook deze week al gezegd, als een partij als Forum voor Democratie alleen maar voorstellen van het kabinet wil steunen in ruil voor minder klimaatambities of minder klimaatmaatregelen, dan is dat wat mij betreft onbespreekbaar. Want je hebt ook vandaag weer gezien, Nederland vraagt van ons dat we de wereld een beetje schoner achterlaten voor de volgende generatie. Dus daar ga ik geen minder ambities voor afspreken. Komen er meer, hoe zal ik het zeggen, activistische voorpagina's van het AD, Hans? Nou, we doen het maar heel af en toe, alleen als het nodig is. En ik vind dus dat deze niet politiek is, maar dat er gewoon iets groots is en dat er iets moet gebeuren. Maar dat zei ik. Het was een mooie dag overigens vandaag, hè? Ik hoop alleen wel dat de scholieren nu al naar bed waren. Ik denk het niet, ze waren nogal uitgelaten. Thierry, ondanks dat je het zo oneens bent met 60% van de Nederlanders en ook veel beleid wat er gemaakt gaat worden, hou je er rekening mee dat het zou kunnen dat ze misschien toch ergens gelijk hebben?
Ja, maar zelfs als het dus waar zou zijn dat wij zo'n invloed zouden hebben op het klimaat, dan is de Nederlandse impact daarop 0,00007 graden. Omdat het zo klein is, moeten wij niet zoveel bij. Het is totaal irrationeel om dan 1000 miljard eraan te gaan uitgeven. Nogmaals, de narekening van dat bedrag staat dus heel uitgebreid op onze website. Hebben we allemaal gewoon uitgesplitst. En nogmaals, de rest van de wereld doet niet mee. Duitsland heeft net een nieuwe gaslijn met Rusland aan het aanleggen om gewoon weer gas te importeren. Stoppen met kolen, dat doen wij ook. Nee, maar het gaat om gas. Gas. Dus ja. In de maar klimaatwet. Ze doen dus wel degelijk in, iets. Nee, maar het gaat niet om iets. In uw klimaatwet staat dat de hele Nederlandse samenleving in 2050 volkomen moet stoppen met alle koolstof. Dat betekent dus nul gas, nul kolen, alles, niets. Dus dat is dus ook niet iets doen, het is alles doen. En dat is het grote verschil. Ik vind iets doen prima, maar dit gaat om alles. Het is totalitair. Iets doen is prima. Nou, dat is, daar hou ik me aan belangrijke vast. Belangrijke winst van vandaag. Ja, zullen we dan ook zeggen dat we het gaan hebben over een duurzaam immigratiebeleid? Dat wordt een andere uitzending. Allemaal.